Nou, welkom allemaal bij de videocall workshop Hoe kom je aan klanten? Ik denk dat iedereen zit te springen om klanten. Ik bedoel, dat is logisch. Want zonder klanten hebben we ook gewoon simpelweg geen inkomen. En ik ga jullie vandaag een aantal handvaten geven, een aantal tips om de kans dat je klanten krijgt groter te maken. Ik bedoel, het is geen magisch pil die ik ga uitdelen. Het zijn allemaal dingen die voor mij werken. Het zijn allemaal zaken die ik zelf bijgehouden. Ik heb een aantal punten ook al eerder genoemd in oudere video's uit 2018 die op mijn YouTube kanaal staan. Hoe kom je aan klanten? En daarbij dus nieuwe zakelijke betaalde klanten. Dat is heel, heel belangrijk, omdat klanten die kunnen natuurlijk in allerlei verschillende vormen komen. Maar we gaan het eigenlijk specifiek hebben over zakelijke betaalde klanten. En met zakelijk bedoel ik dus eigenlijk ook de particuliere klanten die zakelijk iets bij jou komen afnemen. We gaan het ook hebben over je huidige klanten onderhouden en die ook terug laten komen. Want het is heel belangrijk dat je misschien een keer een opdracht hebt gedaan met een opdrachtgever. Maar het is ook fijn om die terug te laten komen. Want we willen het natuurlijk niet houden bij die eenmalige opdracht. Ze moeten vaker terugkomen. Dat is denk ik wel prettig. Het is misschien een klein beetje een open deur. Maar contact maken is key. Dus daarin kan ik een aantal tips geven. Begeef je onder de mensen. En dat was met de huidige coronasituatie was dat natuurlijk wat lastiger dan tegenwoordig. Maar begeef je onder de mensen kan natuurlijk ook online. Dat kan ook op allerlei andere manieren. Zolang je maar in ieder geval gezien wordt. Je moet actief zijn. En dat vindt de ene persoon wat makkelijker dan de ander. En dat is logisch, want dat zit gewoon in het karakter. Dat zit in onze persoonlijkheid. De ene die schreeuwt het liefst van de daken dat die een lege agenda heeft. Pardon. Of dat hij hartstikke druk is. Terwijl de ander zoiets heeft van, nou ja goed, mijn klanten die komen wel. Ik ben wat passiever en ik zie het allemaal wel. Social media kan me gestolen worden. En daar zit natuurlijk ook helemaal geen goed of fout in. Iedereen heeft daarin een beetje zijn eigen manier. Maar zelfs de mensen die zichzelf ontzettend passief noemen. Of die zichzelf eigenlijk helemaal niet zien als mensen die het graag van de daken afschreeuwen. Zelfs die mensen die moeten contact maken met anderen. Want zonder contact heb je ook geen opdracht. Dat kan helpen door gelijk naar een Business Network International te gaan. Dus een BNI. Ik ben laatst in aanraking gekomen met een BNI. En een BNI is eigenlijk een soort van Amerikaanse formule. Waarbij mensen uit verschillende bedrijfstakken bij elkaar komen op een vast moment in de week. Bijvoorbeeld op vrijdagochtend om 7 uur 's ochtends. En dan gaan ze met z'n allen ontbijten en dan gaan ze pitchen aan elkaar. En om lid te worden van een BNI, dat kost weet ik veel, 1200 euro per jaar voor een licentie. Dus het is echt een relatief exclusief gezelschap. Maar het grote voordeel daarvan is dat je eigenlijk elke week je eigen pitch aan het houden bent aan andere mensen die alles zijn behalve hetgeen wat jij doet. Dus iedereen die daar zit, die representeert een eigen tak of een eigen branche van een beroep. Dus het kan zijn dat je daar aan het pitchen bent voor een tuincentrum of een advocatenkantoor. Of allerlei andere branches, wat je maar kan bedenken. En het grote voordeel van ons vak, beeldmakers, is natuurlijk dat iedereen dat nodig heeft. En dat is natuurlijk ook waar je met die pitch heel erg goed op in kunt haken. Want foto en videografie, dat kan voor elk beroep ingezet worden. En daarom denk ik dat zo'n BNI echt voor iedereen wel interessant zou kunnen zijn. Een oud klasgenoot van mij, die is ook werkzaam in het vak. En die heeft dus nu in 1 jaar, heeft hij al bijna een omzet van 24.000 euro via die BNI binnengehaald. En dat is natuurlijk krankzinnig. Tot zover de BNI. Organiseer gewoon evenementen bij. Is het misschien ook een beetje open deur. De evenementen gaan weer komen. Het feit dat jullie nu eigenlijk al hierbij zijn, dat is natuurlijk ook eigenlijk al een eerste goede stap. Waarmee je dus klanten zou kunnen krijgen. Het gaat om het stukje self-education. Het willen blijven leren en het willen blijven ontplooien van alles waarvan jij denkt dat je daar dus geld mee kan verdienen. Dan heb ik tenslotte nog, doe mee aan wedstrijden. Ik heb zelf in het verleden, weet ik hoeveel filmwedstrijden gedaan. En dat waren gewoon puur wedstrijden om mijn eigen kunnen en kennis te ontplooien. Om dat in de praktijk in te zetten. Maar ook gewoon om heel veel andere mensen te leren kennen. Ik heb echt een schat aan crewleden en aan cast en weet ik veel wat heb ik leren kennen. Dankzij bijvoorbeeld het 48-hour filmproject. En dat is een beetje gebaseerd op fictie. Je kan er ook documentaire maken. Maar je gaat daarin dus in 48 uur een korte film maken.
van grofweg 5 minuutjes. Dus dat is op vrijdagavond ga je het script schrijven, zaterdagavond ga je draaien, zondagavond of zondagmiddag of op zondag ga je editen, graden, sound design, et cetera. Gewoon met een crew die je zelf samenstelt en dan op zondagavond heb je die film ingeleverd en heb je binnen een weekend heb je een korte film gemaakt. Dus een krankzinnige molen van indrukken en emoties en het is bij ons lang niet altijd goed gegaan, maar er zijn echt wel een aantal leuke pareltjes uitgekomen. Dus het eindproduct is leuk. Maar nog veel waardevoller, echt het netwerk dat je eruit kan halen, vond ik heel tof. Personal branding. Het is denk ik het belangrijkste wat je als tool hebt om jezelf te profileren naar potentiële klanten of opdrachtgevers. We hebben tegenwoordig allemaal een ongelimiteerde toegang tot het internet en dat biedt ons natuurlijk ook duizenden mogelijkheden. En ik heb het idee dat mensen dat veel te weinig gebruiken. Dat is mijn persoonlijke mening. Dat wil niet zeggen dat je het moet doen omdat ik het zeg. Maar dat is gewoon puur omdat ik denk dat daar nog heel veel kansen liggen. We hebben social media kanalen. We hebben LinkedIn. We hebben Instagram. We hebben weet ik veel wat. En het ene platform zal je meer trekken dan de ander. Mensen hebben tegen mij gezegd. Luister Robin, je moet misschien wat meer met LinkedIn gaan doen. En dan denk ik bij mezelf. Waarom zou ik? En dat is misschien een stukje koppigheid. En dat herken je misschien vast. Dat als jij nog niet op Instagram zit. Of daar nog relatief weinig mee doet. Dan bestaat de kans dat andere mensen je nu aankijken. Ja, waarom heb je dat nog niet? Maar zelf heb je het gevoel van ja, waarom zou ik? Weet je wel? Dus ik herken dat echt wel. En waarom wordt de ene dus wel gevonden. En de ander niet? En dat heeft niet alleen maar te maken met het aantal volgers. Of aantal mensen dat zij hebben. Die hun dus ja, volgt. Of hoe ze zich profileren. Want hoe profileer je jezelf dus op het internet? Nou ja, het heeft denk ik alles te maken met hoe je jezelf uit. Ik uit mezelf best wel expressief. Ik doe heel veel met YouTube. Ik post veel op Instagram. LinkedIn blijft dus een klein beetje achter. Facebook vind ik al lang de moeite niet meer waard. Kan voor jou anders zijn, maar... Maar het gaat er dus eigenlijk om dat je, als je jezelf profileert, hoe je dat dus doet. In mijn geval is het zo dat ik heb hier een heel mooi logo. En dit logo komt als het goed is, mits ik het goed doe, overal terug. En ik heb een hele duidelijke huisstijl als het gaat om bijvoorbeeld kleurcodes. Of als het gaat om de manier op hoe ik mezelf dus uit. Ik heb nog net geen gele trui aan. Nu op dit moment had ik best kunnen doen, want ik heb er 3 in de kast liggen. En dat is niet omdat ik de kleur geel heel mooi vind hoor. Dat is echt geen persoonlijke keuze. Maar dat komt gewoon dat het aansluit bij mijn bij hoe ik mezelf dus probeer te profileren. Ik heb zelfs, en dit is een leuk detail, ik heb zelfs schoenen aan. Nou ja, die zijn dus hartstikke geel. Die heb ik uniek custom laten maken. Niet nogmaals omdat ik de kleur geel heel mooi vind, maar omdat ik mezelf daarmee op een bepaalde manier kan representeren. Dan denk je nu, holy shit, dat kan misschien best wel ver gaan. Maar die keuze is natuurlijk geheel aan jou. Ik bedoel, mensen die zullen nooit tegen mij zeggen, oh jeetje, wat heb je ineens veel geel aan of zo. Weet je wel, het valt niet op tot op het moment dat je het weet. Dus, hoe zien mensen jou en jouw werk? Probeer dus altijd met al je online uitingen, probeer daar een stukje van jezelf in mee te sturen. Zodat mensen of potentiële klanten dus echt het gevoel hebben dat ze met een uniek persoon aan het praten zijn. Dat als je met hun contact hebt op LinkedIn, dat ze het gevoel hebben, oh, dit is dezelfde persoon als met wie ik net sprak op Instagram. Of waarvan ik net een berichtje zag op Facebook. Omdat de schrijfstijl en de manier van hoe je jezelf uit, met je design, met kleurcodes, et cetera, dat eigenlijk overal hetzelfde en evenredig is. Klanten, of potentiële klanten, die houden ook heel erg van authentieke transparantie. En dat is een beetje de manier op hoe ik het zelf uitspreek. Authentieke transparantie. Want als ik met iemand in zee zou willen gaan, dan wil ik wel met een eerlijk persoon in zee. Dat herken je ongetwijfeld. Maar ik wil ook dat het iemand is die transparant is. Die mij laat zien op hoe die aan het werk gaat. En hoe die zichzelf dus in die markt zet. Wat verschijnt, of wat maakt hem anders dan al die andere concurrenten. We hebben bizar veel concurrenten namelijk. Want ja, wat doe ik nou anders dan al die andere mensen? Weet je, dat is echt een hele belangrijke vraag om jezelf te stellen. En dat kan je dus doen door puur jezelf te zijn. Want er is maar 1 persoon zoals jij. En je bent uniek. En er zijn echt opdrachtgevers die mensen of die een klant binnenhalen op basis van de persoon. Die gunfactor daarin. Weet je? Dus als ze jou persoonlijk kennen, dan zullen ze jou veel sneller vragen dan iemand die ze online vinden. En dat is logisch. Ongeacht dat hij en goedkoper is en beter,
dan nog willen ze met jou in zee, omdat ze jou al kennen. Weet je wel, dat het eerste ijsstukje, dat is al gebroken. Dus je wil ervoor zorgen dat iedereen die jou zelfs nog niet kent, toch het gevoel hebben, toch het gevoel geven dat ze jou kennen. Nou, de manier, jullie hebben ongetwijfeld bij mij een beetje een beeld van, oh ja, die Robin, die, het lijkt wel alsof ik jou al ken. Ook al is dit nu misschien voor Melanie bijvoorbeeld al de eerste keer dat we elkaar in ieder geval live zien en spreken. Maar het gaat er wel om dat je dus echt het gevoel hebt van, oh, wat leuk, Robin zit er weer. Want ik heb al een aantal video's van hem gezien, dan weet ik veel wat. Weet je wel, dus dat eerste stukje, dat ijs is al gebroken. Dus je kan dat zelf inzetten, hè, qua praktische tips, aan achter de schermen materiaal, wat je heel veel van jezelf deelt. Foto's, Insta-stories, laat zien hoe jij werkt, laat zien wat jouw workflow is, zodat dat stukje ijs eigenlijk al heel snel gebroken is voor mensen die jou eventueel benaderen voor een klus of een opdracht. Ik vraag, wat is BTS? BTS is behind the scenes. Oh, dus dat is achter de schermen materiaal. Een hele beroemde term die je ongetwijfeld kent en die ik ook heel vaak te horen heb gekregen, zeker op de HKU, op de school waar ik op ben afgestudeerd, Bachelor of Arts, is je bent zo goed als je laatste werk. En dat is zo'n zin waarbij je die best wel bang kan maken. Tenminste, dat had ik. Je bent zo goed als je laatste werk wil dus eigenlijk zeggen dat je alles wat je maakt beter moet zijn dan hetgene wat je gisteren gemaakt hebt. En als je die druk op jezelf legt, dan blijf je eigenlijk alleen maar groeien. En lang niet elke opdracht die stelt je in staat om iets beters te maken dan wat je al eens eerder hebt gemaakt. Maar het zorgt er wel voor dat je ontzettend scherp blijft op wat je maakt en hoe je dat doet. Dus je bent zo goed als je laatste werk. Dat kan een enorm potentieel, hoe noem je dat, zo'n leuk boogje. Kan een enorm invloed hebben op wat voor prestaties je gaat leveren. Hè? Je legt jezelf zo'n bepaalde druk op dat je altijd maar moet presteren en beter moet zijn. Wat er echt voor kan zorgen dat je portfolio dus exponentieel kan groeien. Want je portfolio die wordt altijd vergeleken met dat van iemand anders, met dat van een concurrent. En daar zit het enge stukje natuurlijk ook. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Dat je altijd maar moet presteren en iets beters moet maken dan wat je vroeger had gemaakt, of wat je gisteren hebt gemaakt. Wilde dus ook zeggen dat de kans heel groot is dat dat dus niet gebeurt. En wat doe je dan? Omdat je portfolio dus eigenlijk altijd wordt vergeleken met dat van iemand anders, blijf je altijd met die vraag zitten van, ja, weet je, ben ik wel goed genoeg? en daar moet je een klein beetje doorheen gaan proberen te kijken. Want ben ik wel goed genoeg dat daar gaat niemand jou voor inhuren? Ik bedoel, we zijn allemaal zzp'ers, eenmanszaken of hobbyisten die wat bijverdienen. Maar het is wel zo dat je portfolio uiteindelijk gewoon echt wordt gekeurd en wordt gezien door belachelijk veel mensen. En portfolio, dat kan één video zijn, dat kan één landingspagina zijn, dat kan ook je complete social media uitingen zijn. Weet je wel, een portfolio is natuurlijk relatief vaag, maar dat is voor de één persoon anders dan voor een ander. Dat is dus heel erg belangrijk en relevant. Nou, wat doe je dan zonder portfolio? Heel veel manuren maken, heel veel doen, passieprojecten aanpakken. Want er is helemaal niks mis met gratis. Dat vind ik echt oprecht. Er zijn heel veel manieren om aan portfoliowerk te kopen. Of aan je eerste betaalde klant. Hè? Want dat is vaak ook een eerste mooie mijlpaal. Hoe kom ik aan die eerste betaalde klant? Door bijvoorbeeld gewoon heel veel te werken. Wat ook kan werken is dat je het bedrijf de vergoeding laat bepalen. Dus dat je eerst bijvoorbeeld, ik ben videograaf, ik heb nog geen enkele betaalde opdracht gedaan en ik ga gewoon eens een keer naar de gemeente, ik noem even een zijtak, en ik wil wel een filmpje maken van de nieuwbouw die daar gebouwd wordt of zo. En een stom voorbeeld dit trouwens, maar goed, dat er zeiden. Lang verhaal kort is dus eigenlijk dat je eerst het filmpje maakt of de foto's maakt, dat aanlevert bij de klant, totaal nul verwachting hebt. Want het is geen aanbetaling, het is gratis werk. Maar dat je dus wel hebt afgesproken met die opdrachtgever dat ze op basis van hetgeen wat ze hebben ontvangen, dat je hun dus het tarief laat bepalen van wat ze jou uiteindelijk waard vinden op basis van het gemaakte werk. Dat werkt lang niet altijd goed, want soms krijg je maar 50 euro in je hand gedrukt en ben je er een week mee bezig geweest. Dat is niet echt rendabel. Maar zolang je altijd de rekening mee houdt dat je dus dat je gewoon niks krijgt, en dan is alles meegenomen. En dan weet je vaak ook een klein beetje een eerste indicatie van, oké, hoeveel geld heeft dat bedrijf?
Dus stel dat je ineens veel meer krijgt dan dat je had verwacht. Ja, dan zou je er eventueel meer voor kunnen doen. Want dan denk je, hé, dat is interessant. Zij betalen goed. En als zij heel weinig betalen, dan weet je eigenlijk al van, oh, ligt dit dan aan hun? Of ligt dit dan aan de gemeente? Moet ik überhaupt voor gemeentes dan filmpjes, video's maken of foto's, weet ik veel wat. Dus je kan daarmee ook een soort van richting voor jezelf bepalen van, oké, als dit een soort van eerste eikpunt is, wil ik hier nou mee verder? Wil ik dit soort producten blijven maken? Dus eigenlijk kan dat gewoon alleen maar heel goed werken. Mits je natuurlijk de tijd hebt, maar ja, vaak als je nog geen eerste betaalde opdracht hebt gehad, dan heb je die tijd vaak wel. Passieprojecten dus, heel veel maken. Mijn YouTube kanaal is eigenlijk één groot passieproject. En ik haal daar dus ook mijn klanten mee binnen. Lang niet allemaal. Maar er zijn echt wel een aantal opdrachtgevers die mij in eerste instantie via YouTube hebben gevonden. En daarna dus met mij in zee wilden gaan. Omdat ze dus dachten van, nou ja, goed, het lijkt alsof jij weet waar je het over hebt. We willen best met jou gaan werken. En het ijs was natuurlijk al gebroken omdat ze een beetje het idee hadden van hoe ik was als persoon. Dus goed contact is belangrijker dan een eenmalige betaling. En dat is ook echt key. Die moet je gewoon echt opschrijven. Heel goed boven je bed hangen. Het contact met de klant is echt belangrijker dan of de betaling of het eindproduct. Maar daar kom ik zo op. Nou goed, netwerken. Een verbaal contact is grofweg. Mensen die verstand van hebben, wetenschappertjes, die hebben hier ooit een keer over nagedacht. Maar het schijnt dus 20 keer effectiever te zijn dan online contact. En nogmaals, dat slaat dus ook weer op het verbale, het tastbare. Wie ben jij, wie ben ik? Dat weet je eigenlijk alleen maar door met elkaar in gesprek te gaan. Door een schouderklopje te geven. Hoe voelt de persoon? Klinkt heel gek, maar ik weet niet. Dat geeft ook een bepaalde referentie. Is die persoon nors? Staat die de hele tijd met zijn handen over elkaar? Hoe is die qua verbaal? Hoe is die qua lichaamshouding? Dat heeft allemaal invloed op hoe je iemand ervaart. En hoe zij dus ook jou ervaren. Want dat is een beetje het bruggetje natuurlijk. Het gaat erom van hoe jij jezelf dus uit naar andere mensen. Het belangrijkste weet je zelf. En als het geen match is, dan is het geen probleem. Er zijn heel veel mensen die denken, oh nee, ik heb een klant weggejaagd om een stomme actie. Ik heb iets verkeerds gezegd. Ik heb een te hoge offerte gestuurd. Weet ik veel wat. Als je bij jezelf blijft en je gaat vooral niet onderpresteren. Dus je gaat niet jezelf minder zijn dan dat je bent. Jezelf een beetje afkwakkelen om te zorgen dat ze denken van, oh, dat is zielig en we gaan met jou in zee. Nee, blijf jezelf. En als ze jouw offerte niet accepteren omdat die te duur is, is het gewoon niet jouw klant. Jij bepaalt wat je wil verdienen. En dat is denk ik gewoon echt het allerbelangrijkste. Dus als je aan het netwerken bent, dus je staat straks op die nieuwjaarsborrel in januari. Denk dan ook niet alleen maar aan jezelf. Want daar gaan ook veel mensen de mist in. Die gaan eigenlijk alleen maar halen. En die gaan alleen maar zenden. Zenden, zenden, zenden. Een beetje wat ik nu al bij jullie doe. Zenden, zenden, zenden. Eigenlijk is dat helemaal niet de manier. Misschien kunnen ze helemaal niks voor jou betekenen. Of nee, dat moet ik anders zeggen. Misschien kunnen ze helemaal niet jouw klant zijn. Maar misschien wel andersom. Ik bedoel, kan jij niks voor hen doen? Dan kunnen zij misschien wel iets voor jou doen. Als in een opdracht of een klant uithalen. Dus stel dat je in eerste instantie het gevoel hebt dat je er nog helemaal niks aan hebt. Dan is zelfs elk persoon waarmee je praat of die je kent of waarmee je in gesprek komt. Is een potentiële klant of kan leiden tot een potentiële klant. Jullie zijn voor mij nu, dus heel simpel gezegd, ook gewoon potentiële klanten. Maar andersom net zo. En als je dat realiseert en je gaat met die gedachte ook constant op mensen afstappen of je gedraagt je op die manier ook in groepen, bij netwerkevenementen of online, hè, met sociale uitingen, dan denk ik dat je veel sneller aan nieuwe klanten kan komen dan dat je in eerste instantie zelf zou denken. Luister meer dan je praat. Dus sta je nou met meerdere mensen te praten over video, over weet ik veel wat, probeer op te vangen, probeer te luisteren en probeer erachter te komen wat ze nou eigenlijk precies willen. Ben jij met een klant in gesprek die heeft gezegd, luister, ik heb jou hier op een bruiloft zien staan. Ik zie jou de hele tijd met zo'n camera lopen. Hartstikke leuk. Ik heb een nichtje, die gaat volgend jaar ook trouwen. Hoe ga jij te werk? Wat doe je precies? Nou, stel je 3 vragen terug. Van, nou, hartstikke leuk. Welke datum is het? En stel de juiste vragen, dus open vragen, waarmee zij jou van informatie gaan voorzien. En probeer dat allemaal in je op te nemen, zodat je dat allemaal in een soort van bundeltje weer terug kan koppelen naar hun. Het helemaal uitgeschreven in een mailtje of textueel of van mijn part via de telefoon. Waarmee zij zich eigenlijk gehoord voelen. Ja, dat is het belangrijkste stukje. Als jij heel veel luistert, voelen zij zich gehoord. Dat wil iedereen, denk ik. Daar zijn we mensen voor. En je speelt daar ook enorm in op dat psychologische stukje van de mens. En het is bijna kwart voor.
Dus ik ga er langzaam door. Geverland. Ik weet niet of ik die moet toelichten. Het is ook de slogan van de BNI. Geverland. Omdat op het moment dat jij een ander, een vakgenoot, een vakcollega, een concurrent van mijn part, als jij hun allemaal nieuwe referenties geeft, dan zul je die op termijn ook weer terugkrijgen. Als ik een opdracht binnenkrijg die ik zelf niet kan doen, dan geef ik die door naar een collega. Dan help ik niet alleen mijn klant, die in eerste instantie bij mij toe kwam, maar ik help ook een collega die hopelijk dan ook hetzelfde terug doet. Heel belangrijk. Dan hebben we het over een stukje klantbehoud. Want het is leuk dat je misschien een keer een klant binnen hebt gehaald, maar hoe hou je die ook echt binnen en is het niet na één opdracht afgeslagen? Dat kun je dan het beste profileren eigenlijk door je werk op te delen in twee categorieën. En dat is dus de service en het eindproduct. Ja, het staat hier verkeerd om. Eindproduct service. Maar het begint eigenlijk met de service en daarna komt het eindproduct. Maar het eindproduct is niet het belangrijkste. Terwijl heel veel mensen dat dus wel denken. Die halen de klant binnen, zijn heel erg gefixeerd op dat eindproduct. Oké, wat moet ik voor je maken? Heb je een duidelijke briefing voor me? Wat moet ik precies doen? Wat verwacht je van me? Allemaal praktische zaken. Om ervoor te zorgen dat het eindproduct het allerbelangrijkste is. En dat is logisch, omdat het eindproduct uiteindelijk in je portfolio terechtkomt. Dus voor het beeld van wat andere opdrachtgevers van jou krijgen, is dat eindproduct natuurlijk heel belangrijk. Maar als jij aan dat klantbehoud wil doen, dus je hebt bijvoorbeeld een klant die voor het eerst bij jou komt en die heeft een hele goede offerte geaccepteerd, dan wil je die natuurlijk ook binnen boord houden. Misschien komt hij volgend jaar bij datzelfde evenement die je dus gaat filmen of fotograferen, komt hij misschien gewoon bij je terug. En dan is dat eerste lijntje met die klant is veel waardevoller dan wat je er eventueel in je portfolio aan zou kunnen hebben. Het eindproduct komt. Het is nu 11:15. Ja, check. Nee, ik heb hem door. Dankjewel. Thanks. Het eindproduct die kan nog zo goed zijn. Als je service ruk was, dan zal niemand jou aanbevelen. Service begint dus eigenlijk vanaf het allereerste contact. En als dat goed is, dan is de kans heel erg groot dat je dus die eerste klant binnenhaalt. Vriendelijkheid, flexibiliteit, interesse tonen, afspraken nakomen, ideeën geven. Maar ook vooral, die hoort ook in het rijtje, daar had ik het net ook over, luisteren. Dan gaan we nog een heel klein stukje hebben, ik ga er iets sneller doorheen, maar dan gaan we nog een heel klein stukje hebben over het tonen van je tarieven. Want daar kreeg ik ook een aantal vragen over. Moet je nou wel of geen tarieven tonen op je website? En ik heb daar wel een idee of een visie over. En ik wil niet zeggen dat je dat ook moet doen. Want er zijn heel veel mensen die hebben daar een soort van hybride model in. Of die combineren van alles. Ik vraag me altijd af, wie is mijn klant? Is die zakelijk of is dat een particuliere klant? Als ik een opdracht heb voor Unive, een klant van mij. Dan is dat een zakelijke klant. En als ik bijvoorbeeld een opdracht heb voor een bruiloft. Dan zijn dat particulieren. Voor die particulieren toon ik ze wel online op mijn website. En voor de zakelijke niet. En dat heeft eigenlijk de hele simpele reden dat particulieren, die zijn ten eerste veel sneller weg. Die vergelijken echt puur op het geld. En op het moment dat jij geen prijzen op je website hebt staan voor bijvoorbeeld een aanbod van trouwvideo's, dan denken ze, ja, waarom staan hier geen prijzen bij? Ja, het is leuk dat je mooie beelden maakt en zo, maar als je geen prijzen hebt, klik ik naar de volgende, want die heeft wel prijzen. Die zijn daar veel flexibeler in, negatief gezien. Terwijl zakelijke partijen dat helemaal niet hebben. Want die zijn gewend om offertes aan te vragen. En daarin dus te hopen om een mooie deal te krijgen op basis van een briefing die ze dus sturen of mailen. Dat slaat een beetje op een voorbeeld met 3 of 4 kop koffie. Want ik heb bijvoorbeeld een aanbod van trouwfilms. En ik heb daarin dus 3 pakketten. Maar je wil eigenlijk dat ze een specifiek pakket het liefst afnemen. En daar is dus een keer zo'n studie naar gedaan. En die ging over 3 kop koffie. Een small, medium en een large. En mensen bestellen dan eigenlijk alleen maar de medium. Vrijwel. Want ja, die kleine die willen ze niet. En die grote, ja, dat is dan te veel. Maar op het moment dat je er 4e kop koffie bij zet, dus een extra large, dan wordt het derde, dus de large, wordt veel meer verkocht. En op die manier, Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want die large hebben ze helemaal niet nodig. Want als die extra large er niet bij had gestaan, dan hadden ze die medium gekocht. Dus op die manier kan je natuurlijk een klein beetje controle houden over welk pakket of welke ding ze bij je komen afnemen. En dat is misschien wel een goede test. Ik ben nu zelf bezig met mijn nieuwe website. En ik heb tot nu toe altijd 3 pakketten gehad. Maar ik ga er gewoon een 4e bij bedenken. Die maak ik extreem duur.
Dus dat wordt een, niet een goudpakket, maar een platinumpakket. Ik noem maar wat. En die maak ik gewoon extreem duur, omdat ik toch weet dat ik die niet ga verkopen. Maar dat maakt mijn op dit moment duurste pakket veel aantrekkelijker. Omdat die vergelijk met die andere goedkoper is. Zo werkt dat. Nou ja, doe er je voordeel mee. 25 productieve tips. De eerste, adverteer in de lokale klant, krant, tijdschrift of online. Advertenties maken zichtbaarheid, word je gezien. Kan je eventueel, maar goed, je hebt er wel budget voor nodig natuurlijk. Een eerste gratis consult of coaching sessie werkt vaak heel goed. Want ook daarmee breek je dus dat eerste contact, dat eerste ijs. En als je dat dus hebt gedaan, dan zijn mensen veel sneller geneigd om echt met jou in zee te gaan. Als iemand bij mij vraagt, yo, kan ik een dienst bij je afnemen? Is het eigenlijk het eerste wat ik zeg, zullen we even bellen? Is dat leuk? Even bellen? Geen probleem. Kost mij een kwartiertje. En grote kans dat ik je daarmee ja, binnen kan halen, zeg maar. Dat klinkt heel negatief, maar het is natuurlijk gewoon heel, heel goed om mensen natuurlijk... Je moet jezelf een beetje verkopen. Bedenk wat voor problemen je oplost voor de klant. Schrijf dat uit voor jezelf. Dus het is leuk dat wij allemaal video's maken en foto's. Maar wat lossen wij nou eigenlijk op? En maak dat ook zichtbaar op je website. Ga bloggen. Ga vloggen. Net wat bij je past. Hele handige tip. Voor mij heeft het geen windreigen gelegd. Dus ik kan het absoluut aanraden. Nou, die BNI dus. Had ik het net al over gehad. Als je daar een keer vragen over hebt, moet je maar een keer één op één even aanspreken. Bied aan om te spreken tijdens events. Dat is ook een hele belangrijke. Als je in de omgeving events voorbij ziet komen die een beetje aansluiten bij hetgeen wat je doet, bied jezelf gewoon aan. Weet je wel? Ga gewoon op een podium staan daar. Vertel wat over jezelf. Ga bij een beurs met een marktkraampje ga erbij staan. En laat jezelf zien. Doe een stunt die goed is voor je publiciteit. Probeer even snel een voorbeeld te bedenken. Kom ik zo snel niet op. Maar op zich spreekt het voor zich. Iets ludieks vaak, dat werkt vaak goed. Mensen doen dat ook vaak als ze zoveel jaar bestaan. Een winactie of weet ik wat. Bundel je krachten met andere makers. Dat gebeurt al heel veel op Instagram. Mensen die houden vaak allerlei promotieacties. Dan zeggen ze bijvoorbeeld van we doen er een grafisch vormgever bij. En we doen er een podcast audiotechnicus bij of zo. We gaan met z'n drieën gaan we dan een winactie opzetten. Waar we dan alle drie iets aan hebben. Dat is natuurlijk heel slim. Want met z'n drieën kan je iets weggeven. Of kan je iets promoten. Wat als bundel veel interessanter is dan wanneer je bijvoorbeeld in je eentje iets had georganiseerd. Zoals gezegd, doe mee aan wedstrijden of awards. Die awards kan je gebruiken om op je website te tonen en te laten zien. Luister, ik heb met deze film heb ik beste regie gewonnen. Of beste film. Of ik heb op dit filmfestival heb ik een keer gescreend. Of mijn foto. Die is in Berlijn geweest in een expositie. Of nou, bedenk maar wat leuks. Wedstrijden en awards kunnen het heel goed doen. Vrijwilligerswerk, goede doelen. Ja, hoef ik denk ik niet toe te lichten. Nogmaals, 15 januari, mijn content creators in een jaarsborrel. Be there. 12, geef gratis kennis. Geef loont. Op de manier hoe ik doe. Gratis tips. Nou, dit soort workshops. Houd de mailinglijst bij met je klanten. Stuur één keer in de maand grofweg een mailtje eruit. Met mijn laatste paar video's die ik heb gemaakt. Weet ik wat. Dat zou je ook gewoon kunnen doen. Maak een oefening, een elevator pitch. Moeilijk woord. Elevator pitch, dat is een pitch van 60 seconden waarbij je jezelf eigenlijk, nou niet zozeer promoot, maar waarbij je wel laat zien wat voor problemen je dus oplost. Affiliatie en vindersloon, dat slaat een beetje op wat ik eerder zei, dat als je een opdracht geeft aan iemand anders, dan zou je ervoor kunnen afspreken dat hij of zij daar dus 5% commissie over krijgt. Dus stel, ik geef een opdracht door aan Patrick, ik noem even wat. Dan zou ik met hem kunnen afspreken, als wat jij daaraan verdient, dat heb je dankzij mij. Dus ik krijg daar 5% commissie over. En dat zal dan voor mij maar 2 tientjes zijn, dat maakt er niet zo heel gek veel uit. Maar je deelt eigenlijk de prijs daarmee een beetje. En daarmee motiveer je dus ook andere mensen om dus voor jou actief te gaan kijken. Je kan dat ook met vrienden en familie doen. Die dus voor jou actief ook in hun eigen kringen netwerken hun oren en ogen open houden voor eventueel nieuw werk. Zo zit mijn pa, die is een technisch conciërge op een school. En die had laatst ook weer, die heeft allerlei bedrijven, weet ik veel wat, over de vloer. En die heeft bij elk bedrijf waar hij mee te maken heeft, vraagt hij, het is wel een beetje sad hoor, maar vraagt hij dus voor onze video nodig hebben. En als ze daarin happen, weet je wel, dan stuurt hij mijn naam door. Nou, en op die manier is hij een beetje mijn ambassadeur. En dat helpt heel goed, want je zou er zomaar weer een nieuwe klant uithalen. Even kijken. Wees actief op socials.
Plaats veel opmerkingen, wees actief. Zorg ervoor dat je gewoon om de 2 dagen iets post. Want overal waar jouw naam staat, kunnen andere mensen jou weer op vinden. Dus zorg ervoor dat je overal breed verspreid bent. Om de kans dat je wordt aangeklikt of zo groter te maken. Publiceer regelmatig achter de schermen werk, dus die BTS. Achter de schermen werk geeft inzicht in hoe jij te werk gaat. Met wat voor spullen je werkt. Maar ook hoe jij als mens bent. Testimonials. Vraag altijd een testimonial, een review of nou, geef het een naam. Maar vraag altijd wat de klant vond van de ervaring met jou. En als je het helemaal goed wil doen, dat doe ik nog wel eens met trouwfilms. Dan film je ook gewoon hun eerste reactie. Dat heb ik een tijdje geleden een paar keer gedaan. En dat was ontzettend leuk, want mijn trouwfilms is vaak ontroerend, emotioneel. En als je dan die eerste reactie ook gefilmd kan krijgen, ja, dan is dat natuurlijk de beste manier om je eigen materiaal te verkopen. Want dan heb je eigenlijk geen beeld laten zien van wat je zelf hebt gemaakt. Maar puur op hoe mensen reageren op jouw werk, dat haalt nieuwe potentiële opdrachtgevers eigenlijk alweer gelijk over de streep om dus met jou in zee te gaan. Want dat is uiteindelijk wat je wil. Je verkoopt emotie. In het geval van bruiloften. Zorg ervoor dat je een gimmick hebt of dat je huisstijl opvalt. Een gimmick in mijn geval is, ik weet niet of iedereen het weet, maar mijn logo is eigenlijk een banaan. En dat heeft nog een heel lang verhaal. Maar dat ga ik later toelichten. En tenslotte de 20. Ik heb gezegd 25 proactieve tips. Er moeten er 20 zijn. Ik heb er maar 20, sorry. Luister meer dan je praat in gezelschappen. Maar die heb ik al eens toegelicht. Dus ik heb hier nog vragen. En deel je tips met elkaar. Maar het leukste is natuurlijk om het met z'n allen gewoon veel te delen. En lekker actief te zijn op de community zelf ook. En als je echt iets aan hebt gehad, share it with the world. Dus dank voor jullie aandacht.